It's plain, ordinary, wishful dreaming. Kijk, als jij hem hier pakt, joh. Even wachten, niet te hoog gaat. Even horizontaal houden. Ja. Afscheid nemen is een beetje sterven. Het is de herfst en de trek van de standbeesten naar het binnenland gaat plaatsvinden. Ik heb ontzettend veel opgedaan deze zomer aan kennis. Dus ik heb de hele zomer heerlijk op dat strand hier gezeten. En het beest zal aanstonds tot fossiel verklaard worden. De trek naar het binnenland en dan de trek in het voorjaar naar het strand toe. Dat heeft iets van een eeuwige terugkerende beweging. Dan pleuren we hem er tegenaan. Oké, hier staat. Iedereen gaat dood. Ja, mijn ouders zeiden dat gewoon. Uiteindelijk bleek ik dus ook dood te gaan. Het was voor mij een ongelooflijke teleurstelling. Dat het leven op een gegeven moment eindig was. Ik dacht dat het altijd maar door zou gaan. Nou, 3 of 4, denk ik. Ik kon wel praten, denk ik. En ik zie nog. Ik keek naar het blauwe lucht. En toen zeiden ze van, ja, jij gaat ook dood. En dat kreeg van mijn ouders vond ik niet zo erg. Maar dat ik zelf ook dood zou gaan, dat vond ik wel een enorme tegenvaller, ja. オープン。 Stop. And try to make something yourself from what you find in your environment. And maybe you can stay a child just like me the rest of your life. ありがとうございます。 Thank you.
Ja, bye. En voor een kind ben ik een soort van tovenaar. Goochelaar. En voor volwassenen ben ik een... ik ben een nieuwe natuur aan het scheppen. En ik ben een nieuwe diersoort toe aan het voegen aan de wereld. En ik doe net alsof ik God ben. Vreemd genoeg vinden mensen dat leuk om in die fantasie mee te gaan. Ze gaan mee in mijn droom. People want to put everything in boxes. I just do what I do and people call it art or they call it science or they call it technology. これはストランドビースト、つまり砂浜の生物さ。この動きが何とも言えないですね。オランダは国土のおよそ4分の1が海抜低い。Die buisjes die protesteren altijd. Die willen altijd iets anders dan ik. Echt een pad wat niet te voorspellen is. Dus in plaats van dat ik een kunstenaar ben, ben ik alleen maar een slaaf, als het ware, van de commando's die de buisjes mij geven. Eigenlijk doe ik hetzelfde als de echte schepper. Die heeft alleen maar eiwit gebruikt om de natuur te maken. Ik ben PVC-buis gaan gebruiken omdat het zo beschikbaar was. Goedkoop. En ik wilde alles alleen maar van PVC-buis maken. Dit is een beetje het idee. En er moeten nog richttouwtjes komen dat dit precies hier op deze haring slaat. Dat hij dus zo de grond inslaat. Ik wil die natuurlijk allemaal zo licht mogelijk maken. Maar er zitten soms beperkingen aan. Die kop waarschijnlijk vul ik hem met zand. We gebruiken iets strandmateriaal, zeg maar, als lichaamsmateriaal. En dan zijn hier vier van dit soort hamers aan elke kant van het beest die hem dan, zeg maar, voor het stormen moeten beschermen. This is the suspendus. Whoa. Looks awesome. Ah, this is the new beast. Oh my God.
looks incredible, right? And when the wind comes from the front, they start to move. Whoa. Awesome. Teo's work is not widely known in the context of museums and galleries. I mean, the work kind of exists as a YouTube phenomena. It hasn't so much existed in the usual kind of commercial gallery, art fair nexus. That idea of doing the thing outdoors with the living animal and the fossils in the drawing center would be a great idea, I think. Yeah. It feels right to me. Yeah. You know, so we have New York, let's summarize. Okay. New York, Chicago, Miami, Basel, San Francisco, Quebec. You know, PEM, the Peabody Essex in Boston, okay. Six venues. Yeah, so the idea would be that we would have a kind of a launch of the tour, if you will, a kind of a teaser in Miami with our Basel. But, you know, touch chipboard. Chipboard's okay. Oh, this is wood. Yeah. Wow. You know, the eternal life of the strand beast is a dream of eternal motion. You know, walking from one end of the beach to the other, kind of marking out time and tide. I think that's such a beautiful idea. These impossible quests we set ourselves as human beings are sometimes what keeps us going. Doet hij het? Ja, hij doet het. Goedemiddag, dames en heren. Ik wil u van harte welkom heten op de grote strandbeesten tentoonstelling. De cyclus waarin ik leef en waarin ook de strandbeesten leven, namelijk in de herfst begin ik aan een nieuw strandbeest. En dan is het in het voorjaar is het klaar, zoals deze. Of hij is nog niet helemaal klaar. En dan gaan de beesten naar het strand en doe ik de hele zomer experimenten op het strand. En in het najaar dan zijn die experimenten geslaagd of niet geslaagd. En ben ik in ieder geval een stuk wijzer geworden in de herfst. En dan verklaar ik het beest tot uitgestorven. Met de kennis opgedaan in de zomer begin ik dan weer een nieuw beest. Nou, dat gaat al jaren zo door. Dank u wel. En dit jaar wil ik mij concentreren op het bestrijden van de stormen op het strand. Stormen zijn de afgelopen jaren behoorlijk destructief geweest. En ik ben het een beetje zat om elke keer die reparaties uit te voeren of uit te graven. In 1990 ben ik begonnen met strandbeesten. Mensen vragen, waarom ben je nou eigenlijk begonnen? En ik heb geen idee. Ik denk dat ieder mens een verhaal moet verzinnen om zijn leven gelukkig te maken. Nou jongens, hij drukt deze helemaal in elkaar. Hij gaat helemaal, hij kraakt deze helemaal. Ik ben onhandig, ik ben niet slim.
En er is iets magisch waarom mensen dat, wat ik maak, dat ze daardoor in de ban raken. En dat begrijp ik zelf niet, hoe ik dat voor elkaar gekregen heb. Stel dat hij het eind van deze week overleeft, hè? Als ik dan een mechanisme verzin dat hij altijd maar met zijn neus in de wind blijft staan en aan de voorkant vastzit, dan overleeft hij de stormen. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 1, 2, 3. Beetje naar links. Ja, rechts zo die gaat. Mijn strandbeesten zou je kunnen zien als een soort kinderen. Waarvan ik hoop dat die beesten gaan overleven op het strand. Ik heb natuurlijk een paar miljoen jaar nodig eigenlijk om het echt voor elkaar te krijgen. Maar ja, je kijkt daar zeg maar als buitenstaander naar. Dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, mijn god, wat, die man moet naïef zijn. Dat optimisme, waar haalt hij dat in godsnaam vandaan? Mislukkingen die ik dagelijks ondervind op het strand. Daar kan ik echt chagrijnig van worden. Als ik een idee heb en ik probeer het uit te voeren, dan ben ik nog heel erg blij en zo. En op een gegeven moment blijkt dat, ja, dat het idee niet door kan gaan, omdat de realiteit zit mij tegen. Die vecht terug. Ja, dan ben je geneigd om bij de pakken neer te gaan zitten. En dat doe ik ook wel, hè. Maar dan word ik toch de volgende dag weer wakker. En dan is dat eigenlijk heel goed dat het misgegaan is. Omdat ik gewoon weet dat alle slechte dingen die me op mijn pad komen, dat die goede dingen worden. Nou, en dat is natuurlijk een kunst die ik van mijn moeder heb geleerd. Dat is waar ik eigenlijk op besta. Van alle negatieve dingen is er altijd wel iets leuks te boetseren. Wat is dit voor apparaat, Theo? Een schildermachine. Hij maakt afbeeldingen van voorwerpen die hij voor een muur neerzet. Ik hang hem nu aan het bewegingsmechanisme, wat hem langs de muur moet bewegen, zodat hij tegelijk op de muur kan schilderen. En via deze buis, dus
ziet hij alle lichte en donkere punten. Dus dan maakt hij lijnen op de muur. Ik heb ook wel projecten gedaan, puur een soort van uitvinding. Niemand had er wat aan. En dan, als enig resultaat, werd het een kunstwerk. Dat is mij elke keer weer overkomen. Ik probeer ontzettend rijk te worden met een idee van een uitvinding. En dan blijkt het idee of achterhaald of het werkt niet zoals het zou moeten werken. En dan, dan werkt het wel als kunst. En die kunstenaar die stiekem in mij zit, die doet het ook echt stiekem. Dus die heb je helemaal in de gaten. Mijn eerste vrouw. En die zit in het doosje met de uitvindingen? Ja, ik ben hier niet terecht gekomen. Dat was toen ik in Delft ging studeren. Natuurkunde. Je bent afgestudeerd? Nee, ik heb nooit afgemaakt. Toen ben ik kunstenaar geworden. Wanneer heb je die gemaakt? Toen ik een jaar 14 was. 13, 14. Thuis hadden we boeken met foto's van vliegtuigen en dat bladerde ik altijd door. Er was een groot tekort aan piloten. En je kon gratis, of bijna gratis, kon je een zweefvliegopleiding volgen als je op de middelbare school zat. En dat ben ik toen gaan doen. Kijk, dat is dan de grootte van het ding. Ja, ik vond het iets fantastisch dat je ergens zo van het strand op zou kunnen stijgen en boven een stad kon zweven. En dat ik zeg maar minachtend naar beneden kon zwaaien van ik kan vliegen en jullie niet. Op een gegeven moment heb ik iets gekocht in de Verenigde Staten. Een soort van parachute met een motor eronder. En dan vroeg ik toestemming aan een boer. En dan steeg ik op. Ik was ook niet zo'n goede leerling hoor, de lagere school helemaal niet. En naar buiten kijken of ik observeerde. Ja, ik was nummer 11, spuit 11, zo werd ik genoemd. Ja, ik was wel een moederskindje hoor. Ja. Ik was geen opstandig type, helemaal niet. Tenminste, vergeleken met andere kinderen was ik volgens mij ontzettend braaf. En nog steeds. En dat komt denk ik door mijn familie die nooit ruzie maakte. Of zelden. En dat is niet altijd goed natuurlijk, want dan kom je in de verdrukking in de wereld. Heb je daar problemen mee gehad? Ja, daar heb ik wel last van gehad, ja. En op wat voor manier? Tijdens een huwelijk natuurlijk, dat je... als je altijd maar toegeeft, ja, dan op een gegeven moment dan ben je zelf nergens meer, nee. Ja, dat was dus moeilijk af en toe, Jan. De details ben ik gelukkig allemaal vergeten. Maar het is natuurlijk niet altijd even verkwikkelijk. Als je alle twee onder druk staat om je gebied als het ware te verdedigen. En toen waren de kinderen, ik denk 17,
14, 15. En toen vond Lia... ze zei van, ja, je moet maar eens op het atelier gaan wonen. Ik vind me niks dat je hier nog rondloopt. En toen dacht ik, nou, ik ga helemaal niet op het atelier wonen, dus dat is helemaal niet nodig. En toen lag ik s'nachts te denken. Waarom doe ik dat eigenlijk niet? Het is fantastisch. Dan kan ik gewoon lekker van werken. En ik was zo gelukkig. Ik dacht, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? In de weekends ging ik naar huis toe. En dat heb ik een hele tijd gedaan. De keuze gemaakt. Ik heb alleen maar gevolgd wat er zich voordeed aan mij. Ja, zo is mijn karakter. Heeft het het gevaar dat je dan wordt meegevoerd door de stroom, terwijl die stroom misschien niet goed voor je is? Nou, die stroom is altijd goed voor me geweest. En dat, dat is een kwestie van geluk, denk ik. Het is altijd, zeg maar, vanaf mijn jeugd, toen ik geen piloot kon worden en uiteindelijk voor iets anders moest kiezen, dat het alle die beslissingen die ik niet genomen heb, maar waar ik me door liet duwen, die hebben me alleen maar betere dingen gebracht dan ik in eerste instantie in mijn gedachten had. My sculptures are made of very light materials and they are powered by the wind. A part of me is an engineer who wants to map the progress of mobility. Another part is an artist. And always I strive to push the boundaries of what we know and what seems possible to us at this moment in time. The walls between art and engineering exist only in our minds. But not too straight. A little bit there. I started the project of the tour. I actually started the whole thing. That is for sure. I have to claim that. But it was easy. I just started sending these photographs to people. To promote Teo. Excellent. Okay. Okay. Go ahead. Strand is a very much Dutch art. And I'm not sure that I care if the Strand beasts fit into contemporary art world. If contemporary art world is smart enough, they should catch up. It's something I really like, the way the dunes look and your hair. I want us to get closer. This is a monopoly game between dealers, buyers, and unfortunately, museums. There used to be a hole in there, but now oh my God. The problem is that Theo doesn't participate in that monopoly game of contemporary art world. I don't either. They are routines, they are rituals you have to be part of. It has to do even with framing of yourself, of captioning your work, captioning yourself, of understanding relationships, of participating in these relationships, and knowing how to play, and knowing how to bluff. And I think both Theo and I are kind of straight shooters. We're not good at that stuff, frankly. Bij de gewone mensen heb ik wel heel veel belangstelling ondervonden, maar uit de kindswereld niet echt. En dat was natuurlijk toch een beetje teleurstellend. Steekt dat niet een beetje? Beetje wel, natuurlijk.
Ja, omdat mijn werk geassocieerd wordt met techniek. Iets van, een man heeft een opleiding gedaan op de TU. Dat kan geen kunstenaar zijn, want het is techniek. Ik zou bijvoorbeeld wel in Tate Modern willen exposeren. Of in het stedelijk in Amsterdam. Ja, Bonifante zou ik ook leuk vinden. Zelfs het gemeentezeem zou ik erg leuk vinden. Alleen, zeg maar, die opmaat in Miami, dat dat tot meer erkenning in Nederland zou kunnen leiden, dat zou ik wel erg leuk vinden, ja. Mijn eigen land. Mijn land, mijn vaderland. Ja, dat is fantastisch. Die vrijheid om door de week gewoon te kunnen werken. Ik bleef gewoon apart wonen, want dat beviel heel goed. Maar op een gegeven moment toen, ja, vond Lia het toch niet zo prettig meer dat ik elk weekend langskwam. En toen zijn we gaan scheiden. Ja, toen ben ik een flat hier gaan huren in Scheveningen. In de buurt van waar ik ben opgegroeid. Bijna op het strand. En dat ik weer terug naar mijn oorsprong ben gegaan, dat heeft zo'n impact. Ja, ik ervaar mijn jeugd opnieuw. Solo tour of the Strombeast. So here will be the Strombeast parading. Yeah. So these are the connections between the west side of Manhattan to the east side of Manhattan. Yeah. Everyone will come both from the east side and the west side will come to our waterfront. This is where we will be. It will never be less beautiful when you come for the tour. And it's thrilling to have the partnership with the Peabody Essex Museum to really bring the artistic and the meaning of what the Strombeast are to us as objects, as science, as engineering, as beauty, and then art. So we have lots of Strombeast to put here. Great. We can do maybe something here up there, although there are a lot of trees up there. So. There are. How tall will the Strombeast be? New York is natuurlijk de top of the world, ja. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Welke kunstenaar zou dat niet fantastisch vinden, hè? Ik heb het gevoel dat het vanavond moet gebeuren. Er zitten niet de eerste, de beste mensen, die worden niet op zo'n avondje uitgenodigd. Dus ik moet mezelf goed verkopen, want ben ik bang. We also want to set up an area where people can understand the evolutionary principles as we all evolve to a changing environment.
And it's been so marvelous working with you so far, Theo and Lena, and we're really looking forward to the next steps on this journey. Likewise. 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 Thank you. What is the, in a lot of your creations, you use sails. What is the purpose of the sails? Yeah, in the case that the sails, they pump. Yeah. So they pump up the air in the bottles. But they also, they catch the wind and they walk in the same direction of the wind. And that's what the sails... Like a sailboat. Just like a sailboat, yes. Yeah. And they are connected with these pumps, and they pump air into soda bottles to high pressure. And you can use this energy for all kinds of things, so they can walk even when the wind is gone. This is the beginning of the brain of the beach animals. The animal can take decisions on the beach. It can count its steps, so it knows where it is on the beach. And now it's the idea that they just walk with the wind parallel to the coast as far as they can go. Usually the harbor stops them. And then they have to wait until the wind has turned, and then they run back on the Dutch coast. And they can do it on their own before I die, I would say. Yeah. Okay. When did you create your first working strum beast? Well, I still have to do that. Because every time I work on problems, the walking problem is more or less solved now. And also the pumping problem and the feeling problem. But to make it operational as a working beast on the beach is still in the future. Because I have to nurse them all the time. Vandaag wil ik gaan kijken hoe het beest zich gedraagt in de zee. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Dat het beest door de golven gericht wordt, dat is eigenlijk voor oriëntatie. Het idee is dat als die in de zee terechtkomt, dat de golven hem richten en hem weer uit de zee gooien. En dat is handig, want anders verzuipen de beesten op hun looptochten langs het strand. Ja, ik weet niet wat het is wat mij gelukkig maakt aan die beesten. Het is een illusie. En uiteindelijk een gelukzalig gevoel. Ik geloof in niets. Het is niet dat ik het niet zo niet wil zien. Nee, ik leef met dat geloof in die dingen. Het is niet zo dat je leeft met een geloof alsof. Alsof het zal gebeuren, alsof ze zullen gaan leven. Ja, dat is moeilijk. Er zit een soort van twijfel in van of het echt werkelijkheid is of niet echt werkelijkheid. Dus ja, zo stevig is mijn geloof dan ook weer niet. Maar ik zie bepaalde aspecten lukken. Daar kunnen we niet onderuit. En heel veel aspecten lukken niet, oké. Daar kunnen we ook niet onderuit. En het is wel iets waar je mee door blijft gaan. Omdat je niks anders kan, denk ik. De zelfbedrieger, zou ik kunnen zeggen. En daar uiteindelijk, door het zelfbedrog,
zo men verder komt. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik heb het een beetje druk gekregen. Ja. Hoe druk? Ja, verschrikkelijk druk. Toch te veel aangenomen. Te veel toch ja gezegd. En denken van, nou, dat komt wel goed. Maar dit, Maar hoe komt dat dan, dat je te veel ja zegt? Ja, dan wil ik mensen niet teleurstellen. Dat is mijn probleem af en toe. Tavern? The last piece I didn't hear, but I guess you want me to be 3 weeks in the U.S.? Yeah, because we have an installation phase, we need time to train, we want to do some pop-ups and all the kind of events and stuff that will go on, or the programming that will go on around the opening. Mm-hmm. It looks like we're going to need you here right at the end of August. That's what I thought already. But I have my work to do here on the beach in the summer, and I'm obliged to myself to keep my work authentic and not only drift on the success of my work. Could you send me a sort of a schedule? Because what else did you have in mind to ask from me? Well, this certainly is more than usually you do with an opening for an exhibition, right? Yeah. And I'm not sure how contract-wise I'm obliged to do this. You mean? Do you? Here's the thing, Theo. This is requiring like a huge investment on our part also to make this work. For you to make this U.S. tour a huge success. Of course, I would like to do that as well, but... You had sort of proposed an idea that, you know, maybe you would start a new species, a beast that live in museums. Yeah. And we had understood that we were getting the next new beast. And you had a different understanding. Well, the only thing is, I cannot promise that I have two beasts at the end of July. Ja, dat contract. Als het eenmaal zwart op wit staat, dan staat het in één keer zo definitief en dan schrik ik. Dan denk ik van, ja, wat heb ik nou weer beloofd? Dat het beest bij een bepaalde windsnelheid zou gaan lopen. En hij is eigenlijk net geboren. Dus de kinderziekte, dat zit er allemaal nog in. Worst case scenario would be dat Toet Amerika komt daar kijken. En stel dat dat beest daar helemaal niet loopt, ja? Dat is helemaal fout. Ja, en die mensen denken natuurlijk alleen maar aan hun tentoonstelling. Ja, daar moet ik inderdaad voor oppassen. Dat ik niet de slaaf word van alle mensen die met mij samenwerken en waar ik geen ruzie mee wil maken. En die jouw leven bepalen. Ja. En dat,
dat evenwicht, dat moet ik de komende jaren dus echt proberen te bewaren. Want anders dan ga ik er onderdoor, ja. Ik moet dat gewoon niet doen. Strandsessies voor het publiek. Ja, dat is toch wel te moeilijk. Strandbeesten kunnen niet aan die verwachtingen voldoen. En ik ben geen dompteur. Het is niet zoals in het circus dat je een leeuw hebt en ik stop mijn hoofd erin. Strandbeesten bijten hem gewoon af. Basel, Miami Beach is one of the most important meeting places for what you might call the art world. You can buy $10 or $20 million art object. You can also buy, you know, graffiti art. So you have a lot of the very top art collectors. You have curators, gallerists, journalists, media. It really is one of the most important meeting places in the United States. Because I want to forget everything what I know about the existing animals. And I'm enjoying it very much. I wonder what... You surprised me. I'm sorry. I don't know exactly what you call yourself. Dreaming of bringing the strand beast here to America for 3 years, Lena, 7, but that's nothing compared to the dream of Theo Jansson, who has been dreaming strand beasts for almost a quarter century now. Would you please welcome the wonderful Theo Jansson? Thank you. Thank you, Trevor. What you see here is the animal which I worked with last summer on the beach on Scheveningen in Holland. I would like to try to make it live again for a few moments by letting it walk. Let me see where that is. Because there's wings up there. That's wonderful. Kijk hoe mooi die buisjes, joh.
Het is inderdaad een monument. Het heeft ongeveer het gewicht van een monument. En het, het is dus als een soort stenen grafzerk. Gelijk moet ik niet denken dat dit het eind van mijn carrière of mijn leven zou zijn. Want het is wel een soort van terugblik. Het was iemand die bijna gaat sterven en zijn hele leven voorbij ziet komen. Na de art fair in Miami is er eigenlijk niet zoveel gebeurd. Ze hadden gehoopt buiten de musea in Chicago en San Francisco nog meer musea te krijgen, zoals in Los Angeles en New York. Maar dat is gewoon niet gelukt. Toch wel heel belangrijke steden in de Verenigde Staten. Ja, ik droom natuurlijk wel. Ik droom dat ik veel mensen zal bereiken daar. En dat... maar ja, mocht het een flop worden, ja. Dan hebben we gewoon pech gehad. En dan gaan we iets anders dromen. Maar alles, al het nare ketst dus af? Of wordt omgebouwd tot iets? Tot iets wat zo heeft moeten wezen. Ja, wat het me gebracht heeft, denk ik, nou, helemaal niet zo gek. Zo'n karakter. Het is eigenlijk nog nooit zo goed gegaan als nu. En nadat Lia zelf een huis gekocht had ergens, toen begon ze me toch wel heel erg te missen. En nu zijn we weer helemaal gelukkig met elkaar. Het is een sprookje, ja. NTR, speciaal voor iedereen.